heb een paar polders bezocht. En overal zien we dat die ratten bezig zijn. Waar wij nu zijn, hier te Heenaar, is het ergst. Aantal aanplanten hebben we bekeken. En waar je ziet dat je grote plekken geel uitziet, je rijstaanplant, dat het zegt dat die al aangetast is. We zijn nu bezig te kijken, inventarisatie te maken, hoe groot die schade is. Maar mijn dienst hier, LVV, geeft door dat wij tot nu toe 14.000 hectare hebben ingezaaid. Tenminste de boeren hier in Ikeri. De inzaai gaat nog door. Plantjes die nog klein zijn, die hebben er nog geen last van. Maar die wat groter zijn geworden, anderhalf, twee maanden oud, die hebben er last van. Ik was blij dat de DC al het initiatief had genomen om een commissie samen te stellen. De DNA-leden die hebben ook met mij meegelopen en al die polders bezocht. We hebben net met de boeren hier gezeten, samen met die commissie en de vertegenwoordigers. Het besluit welke is genomen om te kijken van hoe wij middels gebruik maken van chemicaliën die ratten kunnen doden. En natuurlijk chemicaliën die toegelaten zijn hier. En de voorraden worden nu nagetrokken, hoeveel hebben we hier in Sudan beschikbaar. Zo niet, dan gaan wij versneld dat importeren, heb ik onlangs ook een DNA bekend gemaakt. En de afspraak is dat ik dinsdag al met de importeurs aan tafel zit. Om te kijken van deze week al, ik heb begrepen dat het uit Guyana komt, dat deze week al hier gearriveerd moet zijn. Anders kunnen we te laat zijn.